weet het niet. Next time you come here, are you okay? Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Dit keer zijn we in Villa Klodderkes. Het is eigenlijk geen villa, maar een oud herenpand. Wat bekend staat om zijn mooie malure, dat zijn de sierlijsten op het plafond. Het was vroeger een politiebureau en een huisartsenpraktijk, als ik het goed heb. En hij staat nu leeg, dus kijk zelf maar mee. Goedemorgen, het is echt super vroeg. Maar Robert, honden verboden. En we zijn hier in een heel mals stadje, dorpje, kijk. Het heel mals watervalletje. En hier achter ons staat een heel mals pandje, daar zo met dat dakje erop. Dus daar gaan we kijken of we naar binnen kunnen. Het staat wel leeg. Maar volgens mij kunnen we wel naar binnen. Die is dicht. Deze is dicht, ja. Of tenminste een soort van open. Ja, dan zit een balletje tegenaan. Ja. Peter doet hele gevaarlijke dingen. Steeds een fucking los. Kijk, van hier gaan we naar binnen. Is dit niet beter? Laat je hem heel voorzichtig zakken. Oh wacht, dit is al water, man. En dat gaat natuurlijk niet goed. Ik heb nog een extra 16 nodig. Als je nou nog een steen pakt in de tuin. Ja, ik heb er nog geen natte sokken. Nee, dit zijn kisten van wat goed. En nu zijn we in de kelder, er is echt nog niks opgeschoten. Nee. Nee, er is echt niks. Is dat ook dicht, hè? Oh. Hè? Ja, er is niks. Dat is ook karig. Nee, hè? Jammer. Ja, daar, achter je. De draad staat gebroken. Dit is wel een heel mooi pandje zo, moet je kijken.
Kijken of die deur is. Ja. Ja, er zit nu ketting op. Heel makkelijk allemaal. Hier heb je een klein balkonnetje. Het heeft gewoon heel veel grote kamers hier zo. Het is echt een groot pand. Nou, we staan nu boven. Het is eigenlijk allemaal heel erg leeg. Maar qua details is dat een heel mooi pand. Jammer dat het er zo bij staat. Hier ga je een ander pand binnen. Het is echt maar een lullig balkje, wat er zit aan de voorkant. Ik heb de kelder.
Ook de grootste stunt ooit. Dat doet pijn. Nou, dat was Peter. Die dacht even snel weg te gaan. Oh, ik moet lachen, maar dat doet zo ontzettend zin. Ik moet wel een stil zijn, maar goed. Nou, dan zie ik jullie op de volgende locatie. Wij gaan er weer vandoor. En tot snel. Ja, dat is wat makkelijker. Bedankt voor het kijken. Abonneer voor meer en laat een reactie achter. Let op, urbexen is vaak illegaal en brengt eventueel risico's met zich mee. Wil je hieraan beginnen, hou je dan aan de volgende regels. Deel geen locaties openbaar. Pleeg geen vernielingen en neem niks mee. Heel veel plezier. Gaat die lekker? Ja, daar moet ik goed blauwe wand in van kijken. Het staat helemaal vol met happy hier ook, maar dit is wel iets makkelijker dan wat ik dacht.